Nou, de goede doelen, er komen inderdaad veel goede doelen op mij af. En die willen graag gebruik maken van mijn bekendheid en van mijn enthousiasme voor hun doel. Maar ik moet er wel persoonlijk iets mee hebben. Dus ik ben ambassadeur van Diabetesfonds. En dat is omdat mijn inmiddels ex-vrouw, maar nog steeds een heel geliefd iemand voor mij, die heeft diabetes. Dus daarom ben ik ambassadeur van Diabetesfonds. Ik ben van de stichting Down, omdat mijn broer het syndroom van Down heeft, ben ik ambassadeur. Pink Ribbon, ja, ik heb natuurlijk door Komt een vrouw bij de dokter, die film die ik gedaan heb, die gaat over borstkanker en het verlies van iemand aan borstkanker. Daar heb ik wel echt heel veel mensen gesproken en heel veel mensen leren kennen die daarmee te maken hebben. Dus daar heb ik wel echt een binding mee gekregen en heel veel respect voor gekregen, hoe daarmee wordt omgegaan. En Pink Ribbon was daarom een reden om dat te doen. Qua een goed doel voor milieu of natuur, of daar ben ik eigenlijk niet zo... Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Nee, ja, het Wereld Natuurfonds, bijvoorbeeld die Fashion Bash, hebben we inderdaad geld opgehaald, ook voor het Wereld Natuurfonds. En ik doneer daar ook privé aan. Kijk, het is natuurlijk ook zaak om een stichting te steunen. Daarom ga ik ook wel vaak voor grotere organisaties. Omdat ik wel het idee wil hebben dat het echt dat er genoeg body aan de organisatie is om echt wat gedaan te krijgen. En het Wereld Natuurfonds heeft allerlei verschillende manieren om de natuur in de gaten te houden. En dat is... Ja, wij zijn natuurlijk deze aarde aan het uitputten. Dus ja, het is wel, we zijn een link spelletje aan het spelen. Dan is zo'n Wereld Natuurfonds een heel goed fonds om dat een beetje binnen de perken te proberen te houden.